Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij Café Koers, de wielerpodcast van het Nieuwsblad. Het is los. There he goes. Gotcha now, big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel. Explosie door Remco van der Poel. Here goes the attack. Lotte Kopecky. Mathieu van der Poel is a monument man again. We zitten opnieuw in Café Allee. We hebben samen gekeken naar Gent-Wevelgem. Maar we gaan ook terugkijken naar de E3 Saxo Bank Classic. Die twee koersen samen en natuurlijk vooruitblikken naar de Ronde van Vlaanderen, want daar staat alles een beetje in het teken van nu de Heilige Week. En dat doen we vandaag met Jonas Heirik, de hoofdredacteur van Bagamontes. Goedenavond, Michaël. Wij zien elkaar de laatste tijd heel vaak, hè, voor stamcafés, koersen. Absoluut. Deze week nog een afspraak voor onze laatste stamcafékoers van het eerste seizoen. Hè? Ja. Nog niet verklappen wie. Hè? Nee, we gaan nog niet verklappen wie. Mystery guest, inderdaad. En Niels Verdijk, dag Niels. Goedendag. Geen introductie meer nodig intussen de trainingsmakker van Mathieu van der Poel, maar zelf ook een begenadigd semiprof, mag ik zeggen. Dat is heel iets te optimistisch. Hij is zelf met de koersfiets naar deze opname gekomen, dus dat telt wel. De volle 3,7 kilometer. Ja, dat moeten we even uitleggen. Dus het is, we nemen op in Café Allee in Gent en het is Marathon van Gent. Dus verkeerschaos was afgekondigd. Dus ik heb gezegd tegen Niels, kom maar tot in Gentbrugge bij mij en dan gaan we met de fiets. Rijden we naar Gent Centrum en ik dacht dat hij met zijn nieuwe bolide ging komen. Nee, zijn fiets van 12.000 euro, maar het was met een oudere fiets. Ja, een Matavus. Dus ik ben er heel trots op. Die heeft volgens mij al minstens 30 jaar dienst. Ja. En ook in mijn studententijd heel vaak mee naar school gereden in Antwerpen en terug. En dat bolt als geen ander. Ja. Blijft rijden. Maar die stijgen alleen maar in waarde, toch? Die retrofietsen? Absoluut. Niels kan daar veel geld mee verdienen. Er zijn hier vandaag 4 antiquairs binnengelopen die een bod gedaan hebben. Allemaal niet toereikend genoeg, natuurlijk. Dus, Goed, we hebben vandaag vooral naar nieuwe fietsen gekeken. En ook straffe benen daarop. We mogen zeggen, het is goed dat we geen podcast naar de E3 Saxo Bank Classic hebben opgenomen, want dan zou de conclusie misschien geweest zijn, Mathieu en of Wout steken er bovenuit richting Ronde van Vlaanderen, maar nu mogen we daar toch een derde naam bij zetten met spelers die vandaag de Gent-Wevelgem wint. Ja, al plaats ik Mathieu en Wout er nog net iets boven en ik plaats Mathieu ook nog net iets boven Wout, lijkt toch, mij. Ja, toch wel. Al weet ik wel, Wout zal nog niet op zijn best. Daar moet er nog een laagje bij. Mm-hmm. Die kwam net terug van hoogtestage. Eerste koers dan, dus dan is het logisch. Dus het deed het beste al vermoeden. Pedersen vandaag ongelooflijk goed, maar de ronde dat is toch nog net andere koek. Gent-Wevelgem is 1400 hoogtemeters of zoiets. Dat is niet veel in vergelijking met de ronde. Hè. Ja. Niels, hoe zie jij dat? Gaan we met 1, 2, 3 topfavorieten naar de ronde? Ik denk dat je ze gerust alle drie op gelijke hoogte mocht plaatsen. Ja. Ook omdat we van Pedersen in het verleden al hebben gezien dat hij die lange koersen echt wel goed verteert. Zijn eerste ronde van Vlaanderen toen heel indrukwekkend tweede plaats. Het WK toen in Harrogate dat hem daar won. Ja, dus hoe kouder, hoe beter voor Mats Pedersen lijkt mij. Dat is wel nog altijd iets. Hè. Mats, vandaag was nu niet ongelooflijk koud. Ja. Maar ik denk dat we ze echt alle drie op dezelfde hoogte mogen plaatsen. Inderdaad, zoals Jonas zegt, Wout juist terug van hoogte. Er gaan sowieso nog een paar procent bij kunnen. Maar ik denk, Mathieu kennende, die kent zijn lichaam zo goed, dat hem nu de komende week weet wat hij moet doen om in de ronde 100% te zijn. Ja. Dus er gaat ook nog wel iets bij kunnen. Voilà, en dan denk ik, de Mathieu aan 100%, denk ik dat sowieso dan net boven eender wie uitsteekt, behalve Pogacar, maar die is er dan toch niet. Nee. Ja. Dus Niels was straf, want we hebben ook samen naar de E3 Saxo Classic gekeken, uiteraard, in Café Koers. En toen zei hij al onmiddellijk, toen hij over de finish bolde, jouw trainingsmakker Mathieu van der Poel, van dit is een van de strafste dingen die ik hem zien doen, heb leg eens uit. Ja, ook vooral degene dat erachter kwam, Wout van Aert, dat is geen gewone natuurlijk. Hè. Dus ik heb hem al wel eens solo's zien doen tegen, dat is misschien een beetje cru om te zeggen, maar kwalitatief mindere deelnemers. Maar Wout van Aert, dat is Wout van Aert. En je zag bij Mathieu dat hij eigenlijk echt gewoon puur op die wattages was aan het focussen, van dat moet ik blijven trappen, terwijl dat Wout een beetje, Mathieu als een rode lap op een stier voor hem zien rijden. Hij wilde er zo snel mogelijk naartoe. En vanaf als ze dan
aan dat bergje kwamen. Maar dat ik de naam van kwijt ben, Jonas, je wist de Karnemelkbeekstraat, voilà. Of ja. de E3-kol. Voilà. Ja. Dus vanaf als ze daar kwamen, zag je dat Mathieu twee tanden bijstak, gelijk 15 seconden wegreed terug. Ja, vanaf dan was het indrukwekkend, vond ik. Tot een minuut echt weggereden, dan anderhalve minuut. Toen was een beetje, toen was Wout een beetje leeggereden, denk ik. Dus, ja, en de veer gebroken. Ik denk van dat veer gebroken ook, mentaal. Van als dat na de Karnemelkbeekstraat heeft hij gezien van, dit is nutteloos. Waarom zou ik mij hier... dit lukt toch niet meer. En dan, als de veer breekt, was het niet onlogisch dat Stuyven nog terug. En ik had vooral geen kapotte Van der Poel over finishing. Nee. Bollen in de E3. Hij was vandaag meer getekend. Je zag dat de inspanning er vandaag meer hebben ingehakt dan in de E3. Ja. Maar E3 is natuurlijk is maar 200 kilometer. En dat is iets wat op Mathieu zijn lijf geschreven is. Hè. Dat is echt 50 kilometer... heel intensief. Het ene bergje na het andere. Dat is constant ontploffen. Hè. Dat hadden niet in de ronde, dat hadden niet in Gent-Wevelgem. Maar dat hadden enkel en alleen in de E3. Ja, ik denk na 260 kilometer dat we dan over hetzelfde spreken. Zo. Dus, Ja, maar het is wel... Het is wel helemaal anders, omdat je daar op die heel korte periode alles echt krijgt. Mm. En dat is toch nog een andere manier van koersen. Ik hoor dat ook. Tom Boonen zei dat ook. Van die E3, dat lag mij zo ongelooflijk goed. Omdat ik denk dat een E3 nog wat van hart nog beter ligt. Ook als je ziet dat hem twee keer op rij heeft gewonnen. Dat is, in de afstand tot... ik weet niet wat zo is, maar je ziet Wout lange koersen. Dan wordt dat moeilijker om te winnen tegenover in korte koersen. Maar ik denk dat daarom... zei op voorhand ook van... Het gaat mij alleen maar om die ronde en Roubaix. En dus Wout stond niet 100%. Hmm. Dat gaat niet. Je kunt niet, denk ik, van op hoogte komen. En dat heb ik ook gehoord dat nog bij zijn trainingsblok hoorde, eigenlijk, die in E3. Hmm. Dus ik denk niet dat Wout daar ook... Een klop gaan gekregen hebben. Als Wout aan 100% had geweest en had willen winnen, dan zou dit een mentale tik geweest zijn. Nu denk ik dat hij vooral zou gepijst zijn van maar potverdorie, ik ben wel heel dicht gekomen nog na die val. Want op een bepaald moment kwam hij op 13 seconden of zoiets van. Zoiets, Maar daar zag je wel dat Mathieu inderdaad niet voluit ging. Dat Mathieu gewoon keek van oké, zoveel wat en dit kan ik desnoods nog 3 uur volhouden, bij wijze van spreken. Ja, het is ook... Zoals ik daar straks al eens zei, Mathieu, vorige week waren we aan het trainen dinsdag. En dan na 4:30 begon hij tussen de 45 en de 50 per uur te rijden. Dan zei hij tegen mij, ik kom erdoor, ik begin erdoor. En wat zeg jij dan van? 4:30. Ik begin erdoor te zitten. Ik zeg niet veel meer. Dan pak ik een koekje, ik eet nog iets, ik drink nog iets. En dan hoop ik dat ik thuis raak. Maar dat is de sterkte van Mathieu. Hè? Dat is na vele uren koers. Ja. En dat gaan we nog meer zien. De Gent-Wevelgem is al een langere koers, 250, bijna 260 kilometer, zoiets. Maar de Ronde van Vlaanderen, dat is nog... Ja, maar dan zien we wel vandaag ook... Mats Pedersen was ook niet veel aan explosiviteit verloren. Nee. En als je Mats Pedersen zijn sprint daar zag, dat was... Dat was indrukwekkend. Ik denk, over vandaag gesproken, dat de beste ook gewoon heeft gewonnen. Dus als je op de Kemmelberg ziet, wie dat de forcing voerde, dat Mathieu de laatste keer echt in het wiel moest kruipen om te kunnen volgen... denk ik dat er niks op heeft de dingen is. Dat is het beste van alles. Nee, want ik heb hier tijdens Café Koers regelmatig zitten vloeken op de tactiek van Little Trek. Ik vond dat ze heel dom aan het koersen waren. Leg eens uit waarom. Want ze waren alom tegenwoordig. Het is ook het blok waar iedereen naar kijkt. Hè, na de eerste keer Camel waar dan Mathieu de forcing voert, was het met Milan en Pedersen die in het wiel zaten. Waar dat al zag dat Milan het al iets lastiger had dan Pedersen. En dan zijn ze op een bepaald moment met 7 man, waarvan dat er 3 treks bij zijn. En dan gaan ze zichzelf eigenlijk gaan uit de wielen rijden. Hè. Dan Milan demareert op 80 kilometer. Dus dat is een zelfmoordactie. Ik snapte het helemaal niet, want daarmee wisten van die Milan maakt geen kans niet meer om te winnen. Dan komen ze er weer bij en dan demareert Pedersen meteen. En dan dacht ik, denkt hij nu dat hij Pogacar is en dat hij hier een solo van 60 kilometer uit de benen gaat schudden? Wat dat mij ook al niet verstandig leek. Maar het draaide allemaal goed uit en uiteindelijk schieten ze met 2 over en klopt er dan nog van. En de winnaar heeft altijd gelijk. Hè? De winnaar heeft altijd gelijk. Maar ik vond het vandaag, had ik in de volgwagen of had ik iets met Little Trek te maken gehad, dan had ik rechtstreeks lijn naar de ploegleiding gebeld en gezegd van, was zij de gulder in godsnaam aan het doen? Maar kijk. Ja. Natuurlijk, iedereen kijkt nu naar Little Trek als sterkste blok, hè? Niet ten onrechte richting Ronde van Vlaanderen, maar kunnen we dat omdraaien? Kan dat ook een nadeel zijn? Hè? Want bijvoorbeeld, als je als ploeg 1 uitgesproken man hebt die er bovenuit steekt, als het van 1 man moet komen, dan heb je de duidelijkheid.
kan het bij Little Trek op een bepaald moment ook een nadeel zijn dat je zoveel kaarten te spelen hebt, zoveel scenario's? Tegenwoordig... Want je hoort Jasper Stuyven, Pedersen, ja, Queens... Ja, maar dat zijn mannen die dat je toch tot in de finale kunt sparen, die dan nooit hun werk moeten doen voor kilometerpaal 150, zal ik zeggen. Want tegenwoordig finales, wanneer worden ze opengebroken? 80 of 90 kilometer van het einde al. Ja. Als je dan daar met 3 of 4 zit, heb je wel die luxe. Ja, en ik denk dat Pedersen vandaag wel nog even de puntjes op de i gezet heeft. Hè. Er werd al gepraat, ja, hoe Stuyven moet kopman gaan zijn in de ronden en dergelijke. Ik denk dat Pedersen nu wel laat zien heeft. Is de hiërarchie duidelijk bij De hiërarchie, maar ik denk dat sowieso Pedersen toch net dat trapje... Maar het is wel supergoed dat er iemand als Stuyven daar wel net achter hebt staan. Hè. Want had het nu allemaal samengelopen, Stuyven was in de achtervolging duidelijk een van de betere. Dus als die worden bijgehaald, dan was die een lekke band voor Stuyven op een heel slecht moment misschien een godsgeschenk geweest. En ook hun eerste uit een hand te mogen niet vergeten. Hè. Zoals vandaag een Teuns, een Kirsch. Waar we naar de koers aan het zien, waren ze inderdaad met 3 weg. Maar daarachter, in het peloton daarachter, zaten gewoon de 4 overige ploegmaten. Dus ik denk dat het enige ploeg was die daar nog met 7 helemaal vertegenwoordigd waren. Ja, ik denk dat bij Little Trek zal ook een van de weinige ploegen zijn waar dat er echt moet gaan gekeken worden van we kunnen er 12 selecteren, wie gaan we uiteindelijk laten komen. Nee, want hij gaat daar nog Tim de Klerk, er waren er vandaag een paar niet bij. Gaat Milan de ronde mogen rijden? Dus ja, die zijn sterk en ja, na vandaag zitten die in een soort winning mood, wordt dat genoemd. Dat kan net een klein tikkelke verschil maken. Een van die vele namen die in aanmerking zal komen voor de selectie van de Ronde van Vlaanderen, aanvankelijk nooit gedacht. Toms Squeens, die heeft fantastisch gereden al. En Cedric van Mol sprak met hem na de E3 Saxo Classic. My main goal is to help the team win. And it doesn't matter who from the team is on the top step. Squeens heeft een begenadigde dag. Squeens die een gat slaat van 30 meter. Hij is 2 keer zo rap als die andere bergop. Ben ik wel een klein beetje verstomd van toch, moet ik eerlijk zeggen. Squeens stak er met kop en schouders bovenuit, ook ten opzichte van die anderen. Tom Squeens, did you expect to be at this level in the classics? No, not really. I always struggle in the first part of the year. And I mean, I've always come here more... for support, and I mean, even now today, I'm more here supporting Mess and Jasper. I've always had talent for the classics. It's just come May, my form really rolls around. But this year, it was just a very smooth winter, not getting sick, being healthy, and training well. So I think, that's why the form came earlier in the year. Stuyven die gaat van achter de rug van Van Aert springen en Van Aert die geen moeite meer doet. Stuyven wordt tweede en Van Aert wordt derde. When we were there, we had the numbers in front group. Unfortunately, Matthew was very strong today, but second place is nothing to be sad about. It's promising for today and the next races as well, yeah. Er is natuurlijk deze week ook, dat mogen we niet vergeten nog, dwars door Vlaanderen hè, op woensdag. Ook een beetje koers waar richting wordt gegeven richting Ronde van Vlaanderen. Moeten we daar nu nog veel conclusies aan trekken? Of uittrekken richting Ronde? Of liggen de kaarten nu al geschud? Ik denk dat dwars door Vlaanderen vooral een koers is waar dat de gasten die de Ronde niet kunnen winnen, die daar hun kans moeten grijpen. Ik denk een Arnaud de Lee in vorm, die had ik daar wel zien scoren, zoiets. Ja. Maar dat kan ook niet het geval zijn, vrees ik. Nee, ik denk, lijkt naar Wout van Aert gaat dat puur gebruiken om die laatste 2-3% er nog bij te doen. En als hij kan winnen, gaat hij het niet laten. Maar... Ik denk vooral, moest hem daar kunnen winnen, dat vooral mentaal ook van, ik kan het. En dan moet zelfs Mathieu er niet bij zijn, of een Pedersen, ik weet niet wat Pedersen meer rijdt. Maar als je gewoon kunt winnen, dan hebben voor je eigen die laatste beslissing van, ik ben er klaar voor. Zou Wout dan nog nodig? Ik denk niet dat Wout... hij mag er gewoon niet worden afgereden. Want stel dat je in dwars door Vlaanderen plotseling merkt van ik kan niet mee. Maar als je gewoon het gevoel hebt, dan moet je niet winnen volgens mij. Wout heeft zijn bevestiging gekregen van ik zit goed in de E3. Dus dwars door Vlaanderen, Ik zie dat vooral als zo de koers waar dat de gasten die de ronde niet aankunnen, daar wel voor de hoofdvogel kunnen gaan. Maar mocht Wout winnen inderdaad, dan heeft Mathieu eentje gewonnen, Pedersen eentje gewonnen en Wout eentje. Het zou misschien voor ons ook nog mooier zijn. Dan hebben ze alle 3 gelijke kaarten. Voor de pers is dat mooi en voor het publiek. En dan denk ik toch ook, dwars door Vlaanderen staat toch in de pikorde toch ook nog net wel onder Gent. Tuurlijk. En ik denk ook als we naar Van Aert en Van der Poel zien, dan gaat het zelfs niet over een E3-prijs of geen tweevelgame. Die moeten gewoon de ronde of Roubaix winnen. Eén van die twee. En anders, dan spreekt het zogezegd over een mislukt voorjaar in die jonge geval.
Jij kan inschatten waarschijnlijk hoeveel belang zal Mathieu gehecht hebben aan het winnen van E3 Saxo, want hij had die koers nog nooit gewonnen. Ja. Is hij iemand die afvinkt? Wat is wel een mooie koers? Of hoe... Hij is er wel mee bezig. Hè? Die had hem vandaag ook inderdaad graag geen tweevelgame had gewonnen. Maar de Mathieu die ik nu ken, sinds dat hij wereldkampioen is geworden vooral, hecht daar minder belang aan, omdat hij volgens mij echt al in zijn hoofd iets heeft van oké, alle klassiekers die dat voor mij haalbaar waren... In het wereldkampioenschap ook. Dat zal op mijn palmarès. Niks moet nog. Contract nu verlengd. Bij Canyon 10 jaar contract. Dus dat zijn allemaal zaken die dan meespelen om nog wat extra rust in zijn hoofd te brengen. Maar in het interview na de meet was toch een van de eerste dingen die hij zei van ja, deze had ik nog niet afgevinkt. Dus allee, ik denk, en dat is wat ik al meer moet natuurlijk, je moet uitdagingen blijven zoeken. Voilà. Voilà. En ik denk dat dat... Allee, dit is een generatie hè, die afvinkt en die zegt van... Tjuk, ja, we hadden Pogacar vorig jaar de ronde gewonnen. Ja, dan hoeft het dit jaar niet meer. Dan verleg ik mijn aandacht. Dus het is daarmee... Allee, daar geen tweevelgem. Ik denk dat Mathieu hem heel graag had gewonnen. Had hij hem eerst kunnen afvinken. En daar ben ik het dan niet helemaal eens mee eens. Ik denk als Mathieu en E3 en geen tweevelgem had gewonnen... En hij zou ernaast grijpen in Vlaanderen en Roubaix, dan is toch nog altijd zo gezegd van ja, dat is toch nog altijd een meer dan goed voorjaar. Ja. Goh, dat is dubbel. Bij zo'n man is dat altijd dubbel. Als je vroeger naar Tom Boonen bijvoorbeeld keek, ik weet niet hoeveel keer op rijden de E3 heeft gewonnen, maar als een Parijs-Roubaix voor ons aan Vlaanderen niet had gewonnen, dan was het altijd matig voorjaar. Bij die jongens begint hetzelfde te zeggen. Ja, het zal nu ook te zien zijn, het maakt ook uit tegen wie dat verliest. Als Van der Poel op een oppermachtige Van Aert stoot, gaat dat minder erg zijn dan als je verliest van een Casper Asgreen bijvoorbeeld. Wout van Aert, als we terugspoelen naar vrijdag, die valt op de Paterberg. Die staat terug op, springt op zijn fiets. En ja, het was in onze WhatsApp-groep dat er ook werd gezegd van je moet als wielertoerist eens proberen op de Paterberg terug in gang staan na een val. Ja, de Paterberg is lange tijd voor mij als wielertoerist een soort zwart beest geweest. De eerste 3 keer dat ik de Paterberg wilde oprijden, ben ik te voet naar boven mogen klauteren. Zwaarder dan de muur? Nee, maar het kwam gewoon omdat de eerste keer dat we hem deden met de wielertouristen viel er iemand voor mij. Dan moesten we stoppen. En inderdaad, wij als wielertouristen kunnen niet op een Paterberg opnieuw starten. Zeker niet als het geregend heeft. De tweede keer ben ik effectief zelf beginnen doorslippen omdat hij te nat lag. En ik had toen nog... Ik durf niet in een gootje rijden, dus ik moest over de kassein. Dus toen ben ik zelf doorgeslipt. En een derde keer was het weer vandaag. Was tijdens de Ronde van Vlaanderen voor wielertouristen. En was iedereen te voet aan het gaan, wegens veel te veel volk. Dus dat is lange tijd voor mij een zwart beest geweest. Dus ik snap inderdaad, de meesten geraken daar niet meer op toerental. Ja. Wout kroop terug op zijn fiets, begon ze dan nog voorbij te steken en had dan nog genoeg puff over om bijna naar Mathieu te rijden. Dus dat was toch straf. Maar wel een stomme valpartij. Ja. Waar dat hij toch in... Dat deed hij ook gedaan. Hij heeft gezegd dat zijn eigen schuld was. Hij was volledig in paniek. Je zag ook al voor als ze de Paterberg opdraaiden, in het bosje ervoor. Hij zat niet in Mathieu zijn. Hij zag Mathieu langs rechts komen. Hij was volledig in paniek. Ja. Dus eerst doet hij daar al een manoeuvre dat hij bijna tegen Moritz rijdt. Ja. En dan zit hij 1 plaatsje te ver achter Kuhn. Dat hij dan voorbij moet. Ja, dan lukt dat niet. Hij stuurt eigenlijk uit het gootje, wilt over de kassein, omdat hij in paniek is. Hij ziet Mathieu aanzetten en hij denkt van, ik zit niet in het wiel. Ja, Koen zat er nog voor, dus hij wil... Ja. Maar hij kunt beter op 10 seconden boven komen. Ja. Dat je dan gaat dichteruit. And there's the turn into the Paterberg. It's Lascano going up there. And now, here we go. Behind you can see. It's Mathieu van der Poel. It is Narvaez. Kung is there. Oh, and he's down. No, see Wout van Aert losing grip, losing balance. Wout van Aert is down and getting going from that again on the Paterberg is almost impossible. Het punt is, hij voert nadien nog een strafnummer op Wout. Op zondag doet hij nog een zeer straffe trainingsrit. Ik denk een 180 kilometer. Een trainingsrit die heel snel terug offline werd gehaald van Strava. Dus we mochten het eigenlijk niet zien, denk ik dan. Dan zou ik denken van, er is geen schade. Maar jij zegt van, let daar toch allemaal mee op. Ja, ten eerste dat hij op de fiets gekropen is, dat moet ook, denk ik. Sowieso, een aanvalpartij zijn altijd heel stijf. Ja. Dus je moet die stramheid er proberen uitfietsen. Je moet dat je lijf... Ja, het was ook zo voorzien, hij kwam van hoogte. Hij heeft die trainingen nog wel nodig. Maar ik heb al gemerkt, vorig jaar, Sepp van Marken is 2 dagen voor de Ronde van Vlaanderen
ook gevallen. Had toen een rib gebroken en een minimale klaplong, dat kan blijkbaar. En die is toch gestart in de ronde. Maar heeft dat aan niemand gezegd, omdat hij zei van ja, ik ga mijn tegenstander, zie dat het dan toch meevalt en dat ik die een dag toch mee kan strijden, moet mijn tegenstander niet weten hoe dat er zit. Tom Bonen in Bahamontes heeft hij gezegd van, het is de eerste keer dat ik dat vertel, maar voor zijn allerlaatste Roubaix, de wedstrijd waar daar gans de nationale en internationale wielermedia met de schijnwerpers op Tom Bonen stond, heeft hij ook tijdens de laatste ploegverkenning, is Julien Vermoten onderuit gegaan, heeft Tom Bonen meegenomen. En dus Tom zegt, ik heb gans in de laatste Roubaix met ongelooflijk veel pijn gereden. Hmm. Ook niemand die daar iets van wist. Dus Wout gaat het niet aan de klok hangen, hè, als hij een gekneusde rib of een pijnlijke heup heeft. Ja. Dus het is maar zeer te zien, want je moet niet rap rijden, dat zal Niels beamen, je moet niet rap rijden om je ferm pijn te kunnen. Ik heb mijn elleboog gebroken, mee proberen met mijn pedalen te gaan, dat niet lukte. Oei. Met een elleboog gevallen, ja. Echt waar. Ja. Was dat met de Batavus? Of, Nee, met een BMX nog. Maar het is wel vaak zo, als je aan niet zo hoge snelheden valt, dat je meer pijn kunt doen dan dat je aan hoge snelheid, omdat het dan nog een beetje verder sliert en niet baf. En we gaan het pas weten na de ronde of in de documentaire volgend jaar. Of hij er ergens last van heeft. Ja. Maar dus we moeten met z'n allen hopen en duimen dat het niet zo is. Want ik denk dat iedereen er naar zit uit te kijken om eindelijk dat man tegen man en misschien man tegen man tegen man duel met Wout, Mathieu en eventueel Pedersen. Hè. Ik denk sowieso. Hè. Ik denk dat iedereen gewoon een eerlijke koers wilt zien. Dat je, als je geklopt wordt, dat je geklopt wilt worden op waarden en niet door een valpartij of materiaalpig. Het trauma van Roubaix vorig jaar moet er nog uit. Hè. Het trauma van Roubaix, inderdaad. Door pech van Wout van Aert hebben we... Het is geen pech volgens Viesman. Dat gingen ze van dit jaar vermijden. Dus dat is wel een voordeel. Als Wout van Aert dit jaar lek rijdt, dan is de schuld van Viesma Leasebike. Voilà. We hebben het al over Mathieu van der Poel, Wout van Aert gehad. Uiteraard Little Trek met Spedersen en ook Jasper Stuyven, volle vermelding. Maar wie er vrijdag ook wel mee vooraan zat, dat was Tim Wellens. Hè. Verwachten we van hem iets in de Ronde van Vlaanderen? Goh, Tim Wellens is ook zo een die dat er altijd staat. Maar tegen die echte clippers, als die hier nog eens een keer extra kunnen gaan, dan schiet hem toch altijd net ietsjes tekort. Ja, wat dat niet wegneemt, dat Tim wel een supergoeie coureur is, hè, die dat op alle terreinen uit de voeten kan. Is een van de meest onderschatte renners in ons land. En die wint zo ieder jaar zijn koersen en iedereen vindt dat precies maar normaal. Ja. En, die heeft een palmarès, echt waar, dat is ongelooflijk. Alleen, Tim heeft niet de uitstraling van een vedette. Nee. Maar laat hem in de Tour op kop rijden voor Pogacar, doet dat. Laat hem in de Ardennen-klassiekers voor top 10 rijden, doet dat. Laat hem in die Vlaamse klassiekers voor een top 10 rijden, doet dat. Maar wat mogen we dan van hem verwachten in die Ronde van Vlaanderen? Is dat... Hij natuurlijk het ongelooflijke geluk nu een beetje... Dat hij er niet bij is. Want als dat hij erbij is, dan weten we wat Tim Wellens moet doen. Dan moet hij zorgen dat hij in een goede positie een tweede keer de Quaremont komt opgedraaid. Nu mag hij zijn eigen kans gaan. Ik verwacht dat we hem sowieso van vooraan gaan zien. Maar inderdaad, als die echte kleppers dan gaan... Anticiperen. Een top 5 mag Of moet hij niet proberen anticiperen? Ja, maar bijvoorbeeld... wie gaat hem meekrijgen? Dan moet er ook meekrijgen. Ja, maar vorig jaar zat bijvoorbeeld Pedersen... weet ik nog, die zat op een bepaald moment vooraan. Die hebben ze dan wel laten wegrijden. Als je wel eens die kans geeft, en Tim beschikt dan over wonderbenen. Allee, ik acht het niet geheel uit. Ik denk dat een van de grotere, hoe noemde dat? Dark horses. Dat is de wieler romanticus in Jonas Heijerik. Ja, misschien wel. Ja. En ergens hoopte daar toch op, hè? Dat je en een schone koers krijgt en dan toch nog een verrassende winnaar. Ja. Stel, Niels, jij hebt de benen van Tim Wellens. Wat doe je? Anticiperen of probeer je die toppers toch wat te volgen op het wiel te rijden en zo een uitslag te rijden? Dat is heel moeilijk. Hè? Dat is heel moeilijk. Ga de Van der Poel en Van Aert kunnen kloppen vanuit anticipatie. Als je niet anticipeert, dan weet je dat je sowieso niet wint. Maar als je niet anticipeert, dan kun je best of the rest worden. Inderdaad. Ja, maar Tim is al zo vaak best of the rest geworden. En Tim heeft al zo vaak ereplaatsen in die Vlaamse koersen. Die ene zege, dat gunde hem wel. Ik vrees dat de Ronde van Vlaanderen misschien inderdaad net iets te hoog gaat gegrepen zijn. En dat eerder in de omloop of dwars door Vlaanderen of zoiets zou kunnen zijn.
Maar we moeten ook, we moeten eerlijk zijn, we zijn hier bezig over anticiperen. Als we gewoon kijken naar de voorbije klassiekers, wat er gebeurd is. We beginnen de koers van op 100 kilometer van de meet. In Zeu, dan bedoel ik Pogacar, Van Aert, Van der Poel. Ja. Keurne-Brussel-Keurne, zijn ze van 100 kilometer van de finish weg. Tim moet van beide start demareren. Voilà. Dat is anticiperen. Maar ik kan natuurlijk in het begin wat volgen en dan in een tussenfase... In een tussenfase anticiperen. Maar jij zegt eigenlijk, Jonas, van Tim, kom aan, jong. Riskeer het, weer een top 5 rijden. Riskeer het eens en ga all in. Ja. 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 En jij, Niels, jij zou op zeker spelen. Ja, ik zeg het, je moet gewoon puur objectief bekijken hoe dat koersen momenteel wordt gereden. En dan wordt gekoerst vanaf 100 kilometer op de meet. Mm. En je hebt als semi-topper, alleen subtopper zal ik zeggen, bijna geen kans meer om te kunnen anticiperen. Mm. Want Mathieu, die weet ook van, ik moet... Zo rap mogelijk alleen komen, man tegen man, tegenover die blokken van Visma, Lise Bike en Van Trek. Ik moet zien dat ik zo snel mogelijk alleen ben. Van Aert, ja, die moet volgen, die kan Mathieu niet laten gaan. Mm-hmm. Dus het is, ze proberen zo snel mogelijk man tegen man te komen. Altijd. Ja, en dat is inderdaad het probleem. Hè. Een scenario à la Philippe Gilbert, die destijds de ronde won, door te anticiperen, door al van op de muur van Gerardsberg te gaan. Maar dat is gewoon vandaag de dag niet de manier. Mogelijk, maar dat is vandaag de dag de manier van koersen van al die norm, toppers. Hè? Dat is norm aan het worden. Ja, voilà. Dus, allez, hè, de toppers toen, anticiperen. Ja, toen waren wij allemaal verbaasd. Amai, Gilbert en Bonen mee in de kopgroep in de Ronde van Vlaanderen. Ja, nu kijken we daar niet meer van op, want nu zitten ze er allemaal. Het geval Arnaud de Lee. Ik heb nu Pro Cycling Stats voor mij. En op dit moment staat hij 90ste in de uitslag. Als dat niet gecorrigeerd wordt, ja, dat is het. Hij zei vrijdag ook al, de benen niet goed, de positie niet goed, de uitslag niet goed. Ja, na Gent-Wevelgem is dat opnieuw zo. We horen hier, het is vers na de koers, maar er is nu al sprake van zijn programma te herbekijken. Dat is een verloren zaak. Ik denk dat we vooral moeten zeggen, het hoofd niet goed. Dat zit niet goed bij die jongen, mentaal. Dus ja, wat moet je er dan mee doen? Moet hem laten koersen tegen beter weten in? Nu, ik zou hem nu wel nog dwars door Vlaanderen, tenzij dat er nu echt blijkt van er is iets mis met zijn bloed of het ene, kan altijd, of hij is ziek. Of, anders zou ik hem dwars door Vlaanderen wel nog laten rijden. Je weet maar nooit dat het plotseling toch uitdraait en goed komt. Maar ik denk dat hij met deze benen en met dit hoofd Vlaanderens mooiste, kunnen beter in uw zetel patékes eten. Ja. Ik denk vooral als ze bij Lotto eens een keer de afweging gaan moeten maken van gaan we de Lee nu sparen voor koersen à la Samay, Denij, zo'n koersen, om daarvoor voor overwinning te laten gaan. Of als er echt in geloven, voor in koersen als het Nieuwsblad Keurne, dwars door Vlaanderen, die koersen, om daar vol ervoor te laten gaan. Ja. Want nu ligt hem eigenlijk een heel jaar, heel voorjaar uit, omdat hem daar in Les Amis valt, terwijl het eigenlijk een koers is die ik hem nooit zou hebben laten rijden. Maar je noemt nu ook inderdaad omloop, E3, dwars door Vlaanderen, en ik hoor u niet, de Ronde van Vlaanderen en zo. Ik denk dat ze met Arnaud te zeggen van dat hij dit jaar al de Ronde en Roubaix, dat is wel nog iets anders dan... Nee, maar je moet ze al eens gereden hebben natuurlijk, zodat je ze kunt winnen. Hè? Ja, maar je mag hem laten starten. Maar nu werd er zoal rekening mee gehouden van we gaan Arnaud de Lee uitspelen, want ik als kopman in de Ronde van Vlaanderen. Maar zou je hem dan niet in die koersen kunnen laten starten zonder druk om gewoon parcourskennis op te doen richting volgend jaar? Want die ploeg Lotto Destiny, het is overlopen. Met wie gaan ze een podium rijden? Met niemand. Ja, maar als Arnaud de Lee 212, dan kunnen zij hen puur voor de ervaring op te doen. Ja. Maar moet dat... Het probleem is natuurlijk, daar hebben we het er juist ook over gehad, ze zitten aan budgettaire redenen, kunnen ze niet een ploeg samenstellen à la Visma Lease Bike. Dus heel die ploeg is rond de Lee gebouwd. En hun kopman valt nu weg. Ik zou een Van Gils zou ik ook nog wel durven opstellen voor de Ronde van Vlaanderen, maar die valt dan in Catalonië opgegeven. Ja. Maar anders zou ik die gerust laten starten in de Ronde. Maar nu zit hij natuurlijk met dat probleem dat ze daar een beetje met hun handen in hun haar zitten. Maar ja, langs de andere kant, als je nu met de Lee start als kopman en blijkt vandaag, hebben we hem in beeld gezien? Nee, hè? Nee. Dus moet hem dan laten starten? Dan kun je beter starten met 9 of met hoeveel vrijbuiters en zeggen, jongens, zorg dat er iemand mee is in de vroege vlucht. Zo'n De Buis bijvoorbeeld, dat is wel altijd een betrouwbare pion. Die kan misschien eens een keer een top 10 rijden. Voilà. En gezegd tegen De Buis, jij surft mee en je probeert zo lang mogelijk. En Victor, jij probeert in de vroege vlucht of heel snel. Maar ik denk niet dat de Arnaud de Lee een plezier doet met hem te laten starten. Tenzij
Tenzij dat hij zegt, ik wil dit zelf. En dan is het gewoon aan Arnaud. Maar ik denk dat hij nu vooral naar die jongen moet luisteren van, wat wilde jij nu? Hmm. Waar, ze moeten eigenlijk vanavond bij hem in de zetel gaan zitten, een arm rond zijn schouder slaan en vragen van, allez, wat scheelt er nu, manneke? Want dat het niet goed zit, dat lijkt mij wel duidelijk. Het is vanaf Le Samijn waar dat hij moest starten, omdat de Lotto sponsor is van dat gedoe. Ja. Is het dan toch de hoogtestage die te zwaar was, die niet juist was? Als Patrick Lefevre met zijn helikopter in een tuin geland heeft, heeft Patrick daarmee een soort bacterie gesproeid of zoiets. Sindsdien is het niet meer. Gaan ze vorig jaar ontregeld van Arnaud. Nee, ik weet, ik denk het niet, want hij was goed in de omloop. Ja, ja. Daar deed hij, zette hij zijn voet bijna naast de beste. Kan het dan weg zijn? Ja. Durf ik niet zeggen. Ja, voor hetzelfde geld blijkt binnen 2 weken dat die mensen met een bacterie in zijn lijf zitten. Ook dat is al vaak gebeurd, dan ze dan achteraf merken. Of een virus, bacterie, noem maar op. Want allee, dat hij onder zijn kunnen presteert, dat lijkt wel duidelijk. Hè. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Niels, uiteraard ben je een grote fan van Mathieu van der Poel, jouw trainingsmakker, maar je bent ook grote fan van een Baskisch beest, Oier Lascano. Ja. Dan gaan we terug naar vrijdag, die er echt een lap op gaf. Hè? Ja, ik vind het prachtig om hem bezig te zien. Altijd vrij uit koersen. En bij zo'n jongens vind ik dat ook altijd... Daar moet een verhaal aan vasthangen, dat hij vanuit het Baskeland... Ja. Ik weet niet, op 5-jarige leeftijd, Tom Bonen zien winnen of zo, dat je denkt, oh, mama, zo'n koers wil ik later ook gaan rijden, want hoe kom dat als Bask? Ja. Hoe kan dat uw droom zijn om op Vlaamse wegen te schitteren? Het was altijd het verhaal, hè, als de mannen bij Movistar en bij... Euskaltel, dat waren rampen vroeger. Euskaltel, ja. Dan werd er gevraagd, wie wilde de Ronde van Vlaanderen rijden? En dan zagen die coureurs allemaal wegduiken onder huldere stoelen. Vooral niet. En dan waren er 2 mannen die zeiden, Fletcher was bijvoorbeeld een Spanjaard die dat graag deed. De anderen, ik ben zijn naam nu kwijt, die... Ik weet niet hoeveel rondes gereden. Dat waren de enigste die hun hand opstaken die dat graag deden. Erviti. Imanol Erviti. Imanol, vooral bekend over de Lascano. Geweldig, inderdaad. Prachtig om te zien ook. Hij wordt er praktisch afgereden. Dan komen ze daar aan de stationsberg en dan gaat terug vol op kop rijden. Dan wordt dan gecounterd door Mathieu en Wout, maar dat maakt hem eigenlijk niet uit. Het is gewoon rammen en zien waar we uitkomen. Ja, ik spreek een beetje Spaans. Ik ben wat gaan kijken naar artikels over hem. En dan zie je bijvoorbeeld, als je de vergelijking maakt in het hoofd met Arnaud Delis. Dus Oier Lascano, die zou Parijs-Nice rijden. Hij is toen blijkbaar ziek geworden. In laatste instantie Parijs-Nice niet gereden. En hij zegt toen, ik heb 2 weken niet op de fiets kunnen zitten. Ik heb op zijn Strava gekeken. Inderdaad, hij heeft eens 1 ritje geprobeerd in die 2 weken. Voor de rest geen enkele activiteit op Strava. En hij zei van, ja, ik voelde dat nu ook wel in de E3-sexo op het einde. Dat competitieritme, dat ik 2 weken mijn fiets niet... Maar... Hij laat het niet om niet te koersen. Ook, en bij Arnaud Delis hoor je nu van... Ja, maar Parijs-Nice gemist. Ik voel dat. Dus die... Dat is misschien ook juist het voordeel met een Spanjaard is. Hij rijdt bij Movistar en alles wat hem doet in die Vlaamse klassiekers is al goed. Is goed. Ja. Hij rijdt daar in de picture. En of dat hem dan 20ste of 85ste wordt, dat maakt op zich niet uit. Bij Delis gaan we direct zien aan de uitslag. Oei, 90ste. Nee, dat is hem niet. Ja, en ik denk dat Delis misschien ook wel een beetje de druk gevoelde. Hey. Plotseling werd er wel verwacht dat de Lee dit jaar de boel naar de kloten ging rijden. Hè? Dat hij de nieuwe Tom Bonen, dat hij die de volgende stap ging zetten. Dus ik denk dat dat niet onbelangrijk is. Want in principe inderdaad, het is niet omdat de Parijs-Nice niet uitrijdt, dat het dan plotseling gans je voorjaar naar de kloten net. Nee, dat moet je toch niet, want daar is zo'n een ding van gemaakt. Plots, ja. En ik denk als je naar de huidige trainingsmethodes gaat zien, dat ze zelfs wedstrijd... Allee, tegenwoordig stimuleren ze om meer te trainen dan wedstrijden te rijden. Mathieu heeft zijn tweede wedstrijd vandaag. Dan moet Mathieu toch ook... Ik ben niet zo goed, want ik heb Parijs-Nice. Zijn derde was het. Toch al zijn derde. Mathieu gaat toch ook niet afkomen. Ja, maar ik heb Parijs-Nice niet kunnen rijden, dus ik ben nog niet top. Nee, en als je ziet bij Van Aert en zo, doen ze het ook bij Visma en Lise Bike. Ze doen het openingsweekend mee, omdat ze dat willen doen. Maar dan daarna zijn ze ook 3 weken weg om te trainen. Dus. Ja.
Ja, Niels, wat ik mij ook afvroeg, ik zag passeren van onze collega Raymond Kerkhoffs dat er toch blijkbaar in de E3 Sexo weer eens zou gespuwd zijn naar Mathieu van der Poel. Ik heb die beelden hebben bekeken, ik zag het niet. Ik zag wel iemand de middenvinger opsteken naar Mathieu. Naast natuurlijk duizenden... Nee, dat was, die mensen wilden gewoon een pintje bestellen. Hij had al een pint vast. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dat heb ik inderdaad gezien, maar natuurlijk naast duizenden mensen die voor hem supporteren. Hans Ruggenberg die heeft er in de Telegraaf zelfs een vlammend stuk over geschreven dat het gedaan moet zijn met die Vlamingen die Mathieu altijd maar belagen en dergelijke meer. Ik merk natuurlijk heel veel mensen die hem een warm hart toedragen, maar is dat echt zo? We weten natuurlijk, in het veldrijden, ik weet niet welke veldrit het was, is hij op een bepaald moment... In Hulst heeft hij echt gereageerd. Het was echt de spuigaten aan het uitlopen. Dus ja. Ik denk... Maar is het zo erg dat het voor hem ook hinderlijk echt... Hinderlijk. De persoon Mathieu van der Poel, die maakt zich eigenlijk niet op druk in zaken. Zeker in zo'n zaken, want daar kan hem zich wel boven zitten, denk ik. Maar hij zei op een gegeven moment ook van, als je van de 5 crossen dat gaan komt, als er 5 keer urine over je kop wordt gegooid en je stinkt van kop tot teen naar urine, dat is gewoon niet leuk. En dat gaat niet meer over sporten. Hij is gewoon zijn werk aan het doen. Gelijk dat jij of dat Jonas morgen naar zijn werk gaat, dat jij nu werk zijn aan het doen. Bij mij moet het ook niet over mijn kop urine komen. Nee, dat is gewoon schandalig. Ik bedoel, als er echt met urine gegooid wordt, ik vind die mensen moeten ze eruit proberen halen en... Het heeft niks met sport. Voor de rechtbank brengen. Ja. Nu, het is gelukkig een kleine minderheid. Ja. En die mensen die mogen zich echt geen wielersupporter noemen. Nee. Want dat is het grote verschil. Hè. Een voetbalsupporter van Club Brugge, die haat Anderlecht. Hè. En een voetbalsupporter van Gent, de meeste, ik vooral gemeen nu al, maar is er een soort haat. Maar een wielersupporter die supporter is voor Wout van Aert, is in principe ook een supporter. Vindt ook Mathieu van der Poel. Ik denk dat als wieler vanzelf kunnen gewoon niet... geen supporter zijn van een bepaalde wielrenner. Nu, Pogacar die 80 kilometer solo rijdt, dat is het mooiste dat er is om te zien. Ja, maar dat duel van Aert van der Poel, dat is zo mooi om te zien. Je moet appreciëren wat er gebeurt. 99% van de wielerfans is zo. Voilà. Alleen, en die mensen die dan niet zo zijn, die moeten ze er proberen uithalen. En je kunt alleen maar hopen dat gasten die spuwen naar Mathieu of naar een andere coureur, dat die door de supporters daar rond meteen gewezen worden van dit doet het niet, of er worden uitgehaald, of ik weet niet waar, ze moeten ze niet in elkaar kloppen. Niet. Maar er moet daar wel tegen gereageerd worden. En er zou iets algemeen... Die mensen zouden echt in beeld mogen gebracht worden en in nieuws even zo van kent u deze man? Steek morgen allemaal in zijn middenvinger naar hem. Sowieso. Nee, maar ik denk... Zelfs als je puur sportief gaat zien, bijvoorbeeld. Ik ken edities van de Ronde van Vlaanderen waar het juist geen massaspurt was, dat ze met 50 aan de meet gingen of zo. We waren nog 10 jaar geleden waren we zo ontzagen op Team Sky, omdat ze van beneden van de voet van de klim tot aan de top van de klim zo gecontroleerd naar boven reden dat het zo saai was het wielrennen en dat er niemand meer naar wou kijken. En ik denk dat we ons echt heel blij en gelukkig mogen prijzen dat we naar zo'n coureurs mogen zien die dat op ieder moment willen koersen. Ja. Maar zelf toen, en toen was het helaas wel meer zeker in Frankrijk, als er een te grote dominantie was van een ploeg, en zelf nu zou Visma Leasebike, ik ging bijna zeggen, maar we gaan geen strepen. Nee, ik heb het eerst goed gezegd, dan krijg je geen streepje bij. Nee? Maar dat die op Franse kools wel al rapper worden uitgejouwd en dat er daar ook al af en toe met bier en zo. Dus ik denk dat er wel een soort sensibiliseringscampagne mag gebeuren. Kijk, wij zullen het in de volgende Bahamondes ook nog een keer schrijven van alleen maar supporteren, alleen maar aanmoedigen. We laten het bier gooien en vooral de urine houden ze bij in zeker eigen lijf. Ik denk dat een goede oproep is, dat er een soort van onder echte wielerfans, want het zijn enkelingen, sensibiliteit, of een bewustzijn moet zijn van als we dat zien, spreken we iemand daarop aan of zeggen we echt dat dat niet kan en dat we die enkelingen als wielerfans, iedereen die duels kan appreciëren, dat die echt reageren als ze zoiets zien. Voilà. Stel u nu voor dat Mathieu van der Poel er niet is. Dan mist het toch iets ongelooflijks in het wielrennen. Dat het die duels tussen Mathieu en Wout in het veld niet zou hebben. Dan komt er geen kat niet meer naar de cross kijken. Hè. Dan moeten we elke week naar Michael van Tournout tegen Laurens Zwee kijken. Zouden we daar wild van worden? Ik niet. Nee. Oké. Okay. Goed, mooie oproep, denk ik. En ik hoop dat hij navolging krijgt. En dan nog eens in Bahamontes ook. Ja.
we hebben vandaag natuurlijk aansluitend op Gent-Wevelgem voor de mannen, ook Gent-Wevelgem voor de vrouwen gezien. Er werd een 40-tal kilometer uitgezonden, maar eigenlijk hebben we niet veel gezien, weinig spanning gezien, tot helemaal op het einde natuurlijk. Dat was het zelfs... Ja, wie heeft er gewonnen? Het was echt bijna een fotofinish. En het was Lorena Wiebes voor Elisa Balsamo, ook heel sterk bezig natuurlijk. Hè. Trofeo Binda gewonnen voor Lotte Kopecky. Ja, het was vooral... saaie koers, hè. We hebben 40 kilometer... ik had even goed naar een staande klok kunnen zitten kijken, bij wijze van spreken. Ik overdrijf nu wel een beetje. Het was niet meteen een koers waarvoor dat op het puntje van uw stoel ging gaan zitten. Gelukkig maakte de eindsprint dan weer veel goed. Maar uiteindelijk weer een SD Works winnares. Het ultieme slot was wel spannend, maar daarvoor hebben we weinig gezien waar we zelfs ook aanvallen, uitvallen, waar je voelde van dat gaat niet verdragen. Dat... Ja, Marte Truijen deed niet mee, dus dat was sowieso niet interessant. Moeten we even zeggen, Marte Truijen is de partner, hè? De vriendin van Niels. Ja, maar er was inderdaad niet heel veel aan te zien. Kopecky, die hij eens een keer ging prikken op de Kemmel, maar Wiebes direct in het wiel natuurlijk. Pfeiffer Georgi was ook mee toen. Mm. En in de sprint, dan merk je toch dat ze redelijk braaf zijn voor elkaar allemaal. Kopecky komt langs de boarding, langs een trein van DSM. En bij de mannen denk ik, als ze voelen komen, dat ze direct de deur niet misschien dicht doen, maar een heel klein gaatje laten. Terwijl ze daar de deur wagenwijd open laten. Maar moeten we dat niet toejuichen? Absoluut. Ik vind het ook, ik vind het mooier op deze manier sprinten dan dat we een sprinter zou gehad hebben die dan inderdaad die deur dicht doet, waardoor dat Balsamo helemaal niet meer aan een bracket zou kunnen komen. Dus ik juich dit toe. Het zorgt er ook voor dat er gewoon minder gevallen wordt. Want dat is wel iets. Bij de mannen wordt er heel vaak gevallen in massasprints. Ja. En daar hebben we toch minder... Kamikaze sprints. Dat hebben we toch minder bij de vrouwen. Dus daar zijn ze dan toch iets eleganter of vriendelijker voor elkaar. Dus dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar je zag inderdaad, er is één uitval geweest waarvan we dachten van Brown die aanviel. Maar voor de rest was het eigenlijk allemaal half dode vogeltjes. We moeten ook zeggen, we hebben pas ingeschakeld op 40 kilometer van de finish. Het was toen al een redelijk gedecimeerd peloton, dus volgens mij gaat er in de aanloop al wel van alles gebeurd zijn dat wij niet hebben gezien. Ja, maar voor de tv-kijker is het parcours van Gent-Wevelgem dan niet geschikt om maar de laatste 40 kilometer uit te zijn. Ja. We zijn erin gekomen bij de Banenberg, denk ik, en dan hebben we nog de Kemmel een keer. Dus dat was niet zo heel gelukkig. Ik denk ook maar niet de beste reclame is voor de vrouwenkoers. Ik zelf weet nu niet of ik daarvoor was blijven hangen. Maar de Ronde van Vlaanderen, beterschap, dan gaan we toch naar een fantastisch nummer van Lotte Kopecky weer kijken. Ik denk de Ronde van Vlaanderen is de laatste jaren altijd wel heel spectaculair bij de vrouwen. Ja. Zeker. Ja, al vraag ik mij af, als Lotte Kopecky nu niet had gewonnen, of dat we het dan ook zo ongelooflijk fantastisch, want wij durven wel... We kijken het uit ons perspectief. Ja, maar wij kijken soms een beetje te veel vanuit een Vlaamse bril. Dat ik soms denk van, maar als dit een Zwitserse was geweest of een Italiaanse, dan zou je gezegd hebben, wat voor stomme koers was dit nu. Maar goed, ik juich het ook alleen maar toe als Lotte volgende week weer met beide armen in de lucht. Maar ik hoop ook daar een... Schoon duel met 1, 2, 3 topvrouwen. Ja. Hmm. Marten, rijdt zij de ronde? Normaal niet. Parijs-Roubaix. Dus hoe ziet jouw dag er dan uit? Ja, de ronde is altijd een jaarlijkse traditie. Dat we Bram de Laat en ik, twee goede vrienden van Mathieu, dan vertrekken wij 's morgens naar de start en dan volgen wij heel de dag de ronde. Ja. Dus, okay. Ook voor mij een primeur, maar dan helaas in slechte zin. Al sinds dat ik getrouwd ben, weet mijn vrouw, de dag van de ronde en de dag van Roubaix wordt er niets gepland. Zorgt mijn vrouw dat ze het huis uit is met de kinderen, zodat ik op mijn gemak thuis in de zetel met kameraden en een bak bier in het midden naar de koers kan kijken. Dit jaar heb ik voor de eerste keer in mijn huwelijk toegegeven en wij gaan op citytrip naar Londen. Dat is hier nog juist geen heiligschennis. Ja. Jongen, ik voel mijn hart hier half breken terwijl ik het uitspreek. Maar ik ga dus hopelijk in Londen ergens een stek vinden in een café waar dat we hopelijk met allemaal Britse... Eigenlijk verdient het niet, jongens. Eigenlijk verdient het niet. Ja, ik mag toch
niet dromen dat ik dat daar niet zou kunnen zien. Dus daar ben ik wel benieuwd naar of ze daar inderdaad op café de Ronde van Vlaanderen. Ja, wel, dus als er luisteraars zijn die goede tips hebben om in Londen de Ronde van Vlaanderen te bekijken, van redelijk 's morgens vroeg tot redelijk laat, gelieve te mailen naar info@bahamontes.be. Ik kom de volgende keer dan verslag geven, of ik stuur ook volgende week wat foto's door. Maar ik zoek dus een goede locatie om toch een beetje in de ronde sfeer te zijn in het verre Londen. Voilà. Mochten er Londenaren zijn die in hetzelfde probleem, maar dan omgekeerd hier in Vlaanderen zitten, dan zou ik zeggen, ze moeten naar Café Allee komen in Gent, want dan gaan wij er weer bij zijn hier. En iedereen is welkom. Wij zullen dan van 's ochtends dan ons Café Allee openen. Dus voilà. Maar hopelijk vind jij ook een oplossing daar. Ik hoop het ook. Ja. Goed. Tot slot, pronostiekje voor de Ronde van Vlaanderen. 1, 2, 3. Mag ik dat vragen, Jonas? Ja, jij mag dat vragen. Vorig jaar was het makkelijk, dan zei ik Sepp van Marken en Greg van Avermaat als wielerromanticus. Ik denk dat Mathieu met de beste benen zit. Maar ik ga nu toch gewoon, omdat ik het hem ook eigenlijk wel gun, Wout van Aert op 1. Mm-hmm. En dan hoop ik gewoon voor... Ja, het zou een magnifieke fotofinish zijn voor Mathieu en Mats Pedersen. En zo fotofinish en dat we zo 2 minuten in spanning moeten wachten van wie heeft het nu eigenlijk gehaald. En dat ze zo naar elkaar ziet kijken, zo van, dat ze het zelf niet weten. Ja, dat, en dat de camera zo niet weet bij wie dat hij moet gaan staan. Ja. Het scenario mag erbij, maar hoeft niet. Maar jouw top 3, daar ben ik al blij mee. Ja, ik blijf toch Mathieu zeggen. Ja. Is dat het hart of het verstand dat spreekt? Beide, denk ik. Ik denk als je ook naar zijn palmarès gaat zien in de Ronde van Vlaanderen, dat is een slecht resultaat vierde is. Het eerste jaar dat hem daar viel. De druk ligt heel hoog nu bij Van Aert. Bij Visma praat ze al van zijn eerste koers in zijn eerste cross in Essen. Begin december van het plan van Aert richting de Ronde van Vlaanderen in Roubaix. En dat wordt iedere week herhaald in de media. Mm-hmm. Dus het is voor de Ronde van Vlaanderen in Roubaix van moeten. Ja, hij mag het laten zien dat hem de druk aan kan. Want Wout had het daar ook heel expliciet over in het interview dat hij gaf na zijn hoogtestage voor de E3 Saxo Classic over druk. Ik voel geen druk, want ik doe het alleen nog maar voor mezelf. Ja, maar het woord druk kwam heel vaak ter sprake. Hoe vaker het woord druk en dat het wel dat hij zonder druk start en zo, maar het is niet goed. Als je over druk spreekt, ook al zegde dat het er geen voelt. Nee. Dan spreekt het er niet over. Dat is gelijk mensen vragen die zelf beginnen dat ze niet zat zijn. Ik ben zeker niet zat, Ja. Wees maar zeker dat hij 12 pinten gedronken heeft. Dus. Dat is dus ook hetgeen dat ik zeg, ook van hetgeen dat we daar straks zeiden, dat er in de krant eens een keer stond van dat Van Aert inderdaad was lekker in Roubaix en dat ze van Visma Lisa Bike zeggen van... Dat is geen pech. Dat is geen pech, lekker rijden. Dus je legt een druk eigenlijk zo hoog. Afgelopen week in de E3 hadden ze dan vanuit ons oogpunt veel pech. Maar als je vanuit hun oogpunt gaat zien, hebben ze eigenlijk geen pech. Want Van Baarle reed lek. En lek rijden is geen pech, volgens Visma Riesenbike. Dus. Ik vind ook dat de ploeg het daar niet zo heel verstandig heeft aangepakt. We hebben vorig jaar al gezien dat Wout daar toch een beetje ten onder gegaan is onder de druk. Hè. Ik moet juist niks en dergelijke. En in de plaats van dit jaar nu echt proberen die druk weg te nemen, is het gelijk wat Niels zegt, hebben ze die druk alleen maar stelselmatig verhoogd. En dicht Wout, gezien zijn fysieke capaciteit, dan ook gewoon meer winstkansen toe in Roubaix dan in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is ook. 1 Mathieu van der Poel. 1 Mathieu van der Poel, 2 Stuiven. Hola, ook, toch wel. Ja. En 3 Mohoric. Oh, okay. Nu noemt hij Oier Lascano niet, want die gun ik dat ook. Een podium in de ronde. Dat is nog te hoog gegrepen. We moeten hem nog even in de lute houden. Dat hem binnen 2 geen druk, hè. Voilà. Niets moet voor Oier Lascano. Wie weet wat komt daarvan. Voilà. Allemaal welkom in Café Allee volgende week hier om de Ronde van Vlaanderen reeds van 's ochtends te volgen. Rest me nog iedereen te bedanken. Bedankt Jonas. Bedankt Niels. Bedankt Cedric van Mol. Bedankt Elisabeth, die ons altijd goed laat klinken. Bedankt aan Skoda. Bedankt aan het Nieuwsblad. Maar vooral bedankt aan jullie, beste luisteraar. Tot de volgende. Tot Café Koers. Het is los. There he goes. Gotcha now, big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van der Poel. Explosie op de Remco van der Poel. Here goes the attack. Lotte Kopecky. Mathieu van der Poel is a monument man again.